Hallo, vandaag gaan we onderhoud geven aan deze auto. Het is een Clio Grand Tour van 2017. En hierbij gaan we vloeistof sowieso al checken. Dus die raadvloeistof, koolvloeistof. Hier is de remvloeistof. Luchtfilter. En de benzinefilter. We gaan vervangen en we gaan niets gebruiken daarvoor. Dat zijn deze. Ja, deze twee. Dit is het luchtfilter. Luchtfilter. Dat is een vrij goede merk. En deze brandstoffilter. Dat we gaan vervangen. Voilà. En voor olie gaan we 35 gebruiken. Van totaal kwart. Het is geen 11, maar het is ook wel een goede olie. We gaan eerst met die luchtfilter beginnen. Dat is het makkelijkste. Dat is gewoon hier met een kliksysteem losmaken. We moeten dat losmaken met een kliksysteem en dan rustig vervangen. Dit gaan we gebruiken voor de remmen, dit voor raadvloeistof en dit voor koelvloeistof. Dat is maar van de kruidvat, maar ja, dat is zo erg. Deze gaat hier, koelvloeistof. Voor de remmen, tot 4, zoals je dat hier kunt zien, tot 4, dus dat is de juiste. Dan gaan we hierin kappen. En het is zomer, dus we gaan deze screenwash gebruiken. Voilà, de vloeistoffen zijn allemaal bijgevuld. Nu staan we hieronder. En zoals je ziet, is er hier zo'n een beschermingskap. En deze moeten we eerst de raadfase. Hier. Aan deze punten. We moeten dat even losmaken. En dan kunnen we de olie hier allemaal een beetje losmaken. Dan gaan we die olie uitlaten. Dat is hier deze moer. We moeten losmaken. Dat is met zo'n speciale. Zie je, dan vliegt alles heel goed uit. Altijd eerst de motor een beetje laten draaien. Dan is het veel vloeibaarder en veel beter. En we doen het met zo'n sleutel. Speciaal sleutel voor Franse wagens. Voilà, dus we hebben die filter verwijderd. Die was hier. Dan hebben we hier een beetje afgereinigd met doeken en snelreiniger. En dit is de nieuwe filter eigenlijk. Dat komt met een dichting, die moet ook vervangen worden. Voilà, ik ga hem mooi in het potje steken. Als het nog steeds vuil is, dan nog een beetje over met dat papier. Een beetje remreiniger, dat is ook altijd goed. Geen koperwit gebruiken. Voilà, dan zet dat de filter terug in de deksel. Dichting niet vergeten. En dan draaien we, er staat erop dat we 25 newton moeten gebruiken, maar we hebben geen moment sleutel, dus we doen het een beetje op het gevoel. Zeker goed vaststaan, maar niet te hard. Voilà. Dekseltje. Oliefilter staat erop. Hier was de deksel. Staat er ook terug op met de juiste dichting. Dichting gewoon terug opgezet. En nu kunnen we olie bijvullen. Dus als alles terug op zijn plaats is, gaan we hier een beetje olie terug bijvullen. En we gaan deze olie gebruiken. Een kwart, 5:30. En dan laten we binnen even open om te zien of er geen lek is.
Ja, we hebben ook nog een lamp dat niet marcheerde. Dus deze lamp hier, dan moeten we hier van boven openmaken en hier van achter. En dan gewoon met een kliksysteem gaan we deze hier losmaken. En oké, het is zo uit. Hier van achter kunnen we terugvinden wat voor een lamp dat is. Dat is een H7. Die gaan we nu vervangen. Voilà, de lamp is vervangen. Zoals je ziet, werken ze allebei nu. Deze is de nieuwe lamp. En dan gaan we van binnen vervangen. Om binnen te resetten, maar nu heb ik dat inmiddels al gedaan. Dan moeten we de sleutel insteken. En deze knop indrukken. We moeten een beetje indrukken totdat je onderhoud ziet. Tot je... welke beeld ziet. Dus je moet ingedrukt houden. Tot je onderhoud ziet. En dan als je onderhoud ziet... beetje ingedrukt houden en dan gaat die wel vanzelf resetten. Maar ja, dat heb ik al gedaan, dus ik kan dat niet meer laten zien. Voilà, het is volledig gedaan. En ja, hopelijk hebben jullie er iets aan. Doei, tot volgende.